50 meter nog. En de start is gevallen, paarden onderweg. En als Lotte zegt ik neem de kop, dan neemt Lotte de kop. Heel gemakkelijk met paard nummer 3, Montserrat Boco. Aan de wijde buitenzijde komt de aanval van Nanmara Supreme. Die komt rondhuizen naar voren. En gaat de koploper nu ook serieus aanvallen. Montserrat Boco krijgt een aanval van Nanmara Supreme. En zo hebben we een levendige beginfase met in derde stelling daarachter Nikita Greenwood. Daarachter hebben we dan in vierde stelling, ook die had een perfecte start. Johan Kloppenburg met zijn Kira Blue. En kijk eens even naar die Hiltje Charles, maar die heeft daar toch al een juweel van een uitgangspositie met paard nummer 9, Vikens Uno. Daarachter ligt ook mooi geplaatst Yannick Mollema met zijn E-Lady Riz. En dat is zo'n beetje de situatie als de paarden straks langs de rechter komen met bij het passeren van de finish nog 2 volledige rondes te gaan. En dan Mara Supreme, die blijft drukken bij de koploper. Montserrat Boco, maar die geeft niet thuis. En zo gaan ze 2-2 op weg naar de finish met nog 2 rondes te gaan. Binnenzijde Montserrat Boco, aan de buitenzijde Namara Supreme. Daarachter ligt mooi geplaatst aan de binnenkant Nikita Greenwood. En hetzelfde geldt aan de buitenkant voor paard nummer 9, Vikens Uno. Achter Vikens Uno zit ook vrij sterk Yannick Mollema achter E-Lady Riz. Die koerst aan de buitenkant van Kira Blue. En kijken we verder weg in het veld, komen we Jacques Straver tegen aan de buitenkant met zijn Mea Fantasy. Achter Mea Fantasy is het Nadine Adam. Zij rijdt Val de Loire, onze gast uit Duitsland. En 2,5 lengte daarachter is het paard nummer 5, Lisboa Renka. Paarden zijn halverwege de Boco-bocht met nog altijd die tweestrijd om de leiding, waarbij een halve lengte voorsprong is voor Namara Supreme. Maar Lotte heel waakzaam heeft die binnenkant nog altijd goed vast. En daarachter komt dan Hiltje in het tweede spoor met haar Viking Zuno. En daartussendoor strijdt nog altijd mee paard nummer 1 Nikita Greenwood. En dat is het leidend kwartet als we zo dadelijk een afkoers op de laatste ronde. Ja, en daar waar dus die Namara Supreme de aanval inzet op de koploper. En die kon het nog wel pareren, denkt Hiltje. Dit is het moment voor een mokerslag. En die komt dan aan de buitenzijde met Vikens Uno nu naast de koploper. En dat is nog altijd die Montserrat Boco. Montserrat Boco blijft vechten. Maar aan de buitenzijde is het Vikens Uno die nader en nader komt. Daarachter heeft een hele mooie koers op maat gehad. 4-4 galop. Nikita Greenwood, geweldige rit erachter van Sjaak Straver. Ook nog met zijn nummer 2, Mea Fantasy. Die komt naar plek 4. De overige paarden die lijken geen rol van betekenis meer te spelen. Als we afkomen op de laatste bocht met nog altijd die Vikens Uno. Maar Montserrat Boco zet de tanden nog een keer op elkaar. Daarachter hebben we dan aan de buitenzijde Nikita Greenwood en aan de binnenzijde Mea Fantasy. En zo komen ze dan in de laatste rechte lijn. En kan die dan met een contra-aanval komen, die Montserrat Boco? Komt aan de buitenzijde wel wat dichterbij. Maar Vikens Uno is zo sterk en blijft altijd vechten. Het is Vikens Uno op de tweede plaats. En we dan het nummer 3 van Montserrat Boco. Goed gelopen allemaal. En op de derde plaats, jawel hoor, daar is die outsider op plek 3. Paard nummer 1, Nikita Greenwood. Daar komen de voorlopige winnaars, dames en heren, van de Fortaleza Vastgoed BV prijs. En Fortaleza Vastgoed wordt in dit geval vertegenwoordigd door Jesse en Jacob Terborg. Omdat vader Peter een vakantie viert momenteel. En die komen met de ereprijzen richting Hiltje Tjalsma. Johan van der Wal, de eigenaar, is erbij. Hij zag zijn paard nu al voor de 4e keer winnen in een korte periode dat hij hier nu in Nederland rondkoers. Ik kijk nog wel even. Oh, sorry jongens. Ik kijk nog wel even naar het comité. Ja, we krijgen een duim. En dat betekent dat we over kunnen gaan tot de huldiging. Heel gefeliciteerd. Het is. Dat is heel belangrijk. Vertel me dan eerst maar eens even met wie we hier het genoeg hebben. Dit is Joost's vader, mijn schoonvader. Kijk aan. En Joost's moeder. Duidelijk. Weten we dat? Ik wil alles altijd weten, ja, Hiltje. Dat weet je. Trotse schoonfamilie, trotse eigenaar, trotse Hiltje ook. Maar wat is het op het moment lekker rijden met de paarden van Bas? Ja, het is. Het is natuurlijk heel mooi. Maar het is wel een beetje voor mij wel wat onwerkelijk. Want ja, ze vliegen allemaal. Ja, het gaat gewoon als een tierlier. Nou, rij je zo'n paard voor het eerst. Heb je dan nog iets van een speciale voorbereiding? Nee, ik heb hem voorgereden. Was ze wat lauwerig en had ze een klein foutje. Hier de bocht in met weglopen. Nou, zei Johan, een schoentje er even bij aan. En ik zei, Bas, gaandeweg de koers wat ze steeds meer aan bidt. Ja. Maar ze is heel gemoedelijk. Ja. Nee, dat is duidelijk. Johan, aan jou eens even de vraag. Want het paard loopt zo fantastisch. Wat maakte dat het in Zweden niet lukte? Geen idee. Nee. Geen idee. Nee. Dus het is gewoon een meevaller dit. Ja, meevaller. Genieten, Johan van der Wal. Hij heeft... dat kan dan alleen maar Bas Krebas zijn, toch? Die iets gevonden heeft met deze 4-jarige zwartbruine merrie Tobin Kronos uit Vikens Blue Lagoon. Gefokt in Zweden, bezit van Johan van der Wal. Paard wordt getraind door Bas Krebas en Hiltje Tjalsma. Zij
nam de lijnen ter hand. Had een fantastische start en kwam eigenlijk geen moment in gevaar. Mooie aanwinst voor de Nederlandse koersen. Viking Suno, Hiltje Tjalsma. Thank you so much.